Voor mij, een feest zonder oesters is eigenlijk gewoon hetzelfde als ja, een dessert zonder eieren. We starten met een lekker vinaigretje. Ik neem 100 gram sinaasappelsap, 100 gram limoensap. Ook nog wat citroensap erbij doen, 50 gram. 100 gram ponzu. En 50 gram dashi. Het zijn producten die je tegenwoordig heel makkelijk in de supermarkt kunt krijgen. Goed kijken op de labeltjes en ze geven echt zo'n mooie toets aan het geheel. Zelfs dit kun je gewoon al gebruiken als vinaigretje. Voor mij mag er nog wat suiker bij. 100 gram suiker en 6 gram agar-agar. En die 6 gram agar-agar die zal ervoor zorgen, als we dit tot het kookpunt brengen, dat het daarna gaat opstijven. En dan het enige wat je moet doen is gewoon mixen en je hebt een fantastische mooie gel. Dit gaan we dus naar het kookpunt brengen. Dan om onze oestertjes nog lekkerder maken, gaan we er ook nog een soja-vinaigretje bij doen. We gaan een dooier nemen. Eiwit houden we niet bij. De dooier zorgt een klein beetje voor die binding. 250 chardonnay-azijn. 125 soja. 125 gram suiker. En dit gaan we al een keertje mengen met elkaar. En we gaan het opbinden met 350 gram zonnebloemolie. Het is niet de bedoeling dat we hier een mayonaise van maken, maar wel dat we gewoon een kleine binding hebben. Nou, dit vinaigretje kun je best al een dag van tevoren maken. En dat vind ik zelf ook zo belangrijk. Maak het jezelf met de feestdagen niet gemoeilijk. Ga gewoon een aantal dingen kant-en-klaar kopen. En wat je kunt voorbereiden van tevoren, bereid dat voor, want dan heb je de dag zelf heb je het gewoon makkelijker. Er gaat altijd iets mis de laatste dag, geloof me. We gaan ook wat zeekraal bakken. Ik vind het zelfs super lekker in combinatie. Met een klein beetje ui, een klein beetje versnipperen. Een klein beetje look ga ik er ook nog bij doen. Altijd lekker. Ook altijd met look oppassen. Niet te veel. Een klein beetje boter in de pan. Onze ui en onze look gaat erbij. Voilà. Zeekraal gaan we daarbij doen. Wij gaan het nu fijn snijden om onder in die oesterschaal te leggen. Onze zeekraal kan erbij. En wat maakt dit nog lekker fris? Klein beetje limoensap erbij. Ik ga nog een klein beetje boter erbij doen. Dan kan dat rustig opzij staan. Le moment suprême, de oesters. En geloof me, met de feestdagen worden er heel veel oesters gegeten. Ik heb er hier van onze Vlaamse kust. En een oester, ja. Je hebt verschillende soorten. Je hebt platte en je hebt kreuzen. En dan heb je ze nog eens allemaal in verschillende maten. Nou, dit zijn hier kreuzjes. De oester openmaken is nu niet super simpel. Belangrijk is, die sluitspier, dat die eigenlijk omhoog geduwd wordt. En goed diep. En dan... Voilà. En dan gaat die open. En dan ga ik proberen om hem zo mooi eraf te halen. Hier zit helemaal niks van zand in. Puur natuur. Ze zijn echt zeer lekker, zacht van smaak. Zo, volgens mij heb ik er voldoende.
En dan gaan wij een lekker tempura beslagje maken. Voor onze tempura nemen we ijswater. De tempura bloem kun je tegenwoordig in heel veel supermarkten kopen. Hoe kouder het water in combinatie met die bloem, hoe knapperiger onze oester is. En tot grote verbazing van mezelf gaat er geen klopper in, maar mengen ze dit met een vork of met een chopstick. En die brokjes die moeten er eigenlijk blijven inzitten, want die gaan we strek frituren, die gaan rond die oester hangen en die gaan juist zo lekker krokant worden. Eventjes testen of ons vet heet genoeg is. En je ziet dat we een hele mooie crispy tempura krijgen. En dat is hetgeen wat de mensen zo lekker altijd vinden. En ik ook, voilà. Belangrijk nu is onze oesters eruit halen. Omdat anders het vocht ervoor zou zorgen dat we vuurwerk krijgen met onze olie. Vaak willen we dit serveren in deze schelp. En als we die ergens op een bord moeten gaan leggen, dan valt die vaak om. We hebben meestal een trucje voor. Ik neem een pan, doe ik wat zout in. En bij dat zout ga ik gewoon een heel klein beetje water bij doen. Niet te veel water, gewoon een klein beetje. Dat is voldoende. De zout gaan we er een beetje op boetseren. En ook nog wat kruiden gaan halen als decoratie. Een beetje duindoorntakken. Ik heb ook Japanse radijs heb ik gevonden. Nou, dit staat eigenlijk hier gewoon in het wild. Zelfs mooi eetbaar. En die mooie klakkertjes. En die smaak eraan is super. Kijk, het is feest vandaag, dus we moeten er ook voor zorgen dat we er ook een feestje van maken. Onze ui, een klein beetje limoensap en zeekraal. Sojadressing. Onze dashi gel, die hebben we al fijn gemixt. Is lekker fris, zo'n beetje oosterse toets eraan. Voilà. Altijd één per één en mooi krokant houden. Uiteindelijk het tempura jasje, wat er rond zit, wat mooi krokant is, totaal niet donker van kleur moet zijn. Mag eigenlijk mooi wit zijn. Klein beetje zout erbij, om het mooi af te kruiden. En een klein beetje sumac. Sumac zal ervoor zorgen dat we zo'n klein zuurtje erin krijgen. Tegen dat zilte. Dat is gewoon super lekker. En nu nog één iets. Het goud, dat ontbreekt nog op onze oesters. En ik heb hier vier soorten caviar. Ik heb Beluga, Ocetra, Platinum en Gold Label. Natuurlijk zit er een prijsverschil in deze range van caviar. Beluga is eigenlijk het neusje van de zalm. En het neusje van de zalm, dat komt omdat de steur, want daar zit de caviar eigenlijk in, die steur die is gedurende 16 jaar in leven gehouden om deze mooie balletjes te kunnen creëren. Voilà, kijk eens hoe mooie korrel dat is. Beluga is echt het duurste wat er is. Je moet bijna 16 jaar wachten om een mooie caviar te hebben. Het is een Belgisch product. Ik heb zelf een paar keer het geluk gehad caviar te gaan oogsten. Als caviar geoogst is, heeft hij helemaal geen smaak. Totaal niet. Het zijn eigenlijk balletjes die je in de mond hebt die geen smaak hebben. Pas na toevoeging van het zout, terwijl ze mengen, gaat het in de blikjes. En in de blikjes rijpt eigenlijk de caviar.